Welkom bij mij, zo vandaag bij Minecraft Hardcore doen. En dit is ook gewoon een kleine korte serie die ik net heb gecreëerd. En waarom we dat hebben gemaakt is... Ik werk nu heel hard aan de server, samen met Damien. En waarom ik nou niet werk nou met hem op dit moment is... Hij is op school, of op stage, of weet ik wat hij nou doet. En ik wil natuurlijk dat ik... iets heb geüpload op mijn channel. En als de server klaar is, daar gaan we een trailer voor maken natuurlijk. En uiteindelijk gaan wij een hele grote serie maken met al mijn vrienden of alleen of wie weet nog een vriend. Maar een vriend van mij wou helpen met een serie. Dan doe ik ga ik hier in een kuiltje wonen. Maar in ieder geval, wat ik wil gaan doen is, ik ben heel druk bezig met de server. Maar ik dacht van, ik doe nu de kleine serie een beetje maken. En ons doel is, we gaan proberen tot de Elytra te spelen. En uiteindelijk gaan wij stoppen met hardcore. Of we gaan dood, of we krijgen de Elytra. En dan stopt de serie. Maar tot nu toe gaan we gewoon lekker door. En ja... Dat is gewoon perfect. En dan gaan we een mega serie doen. Een survival serie op ons server. Want ik heb al met Damien besproken. En ook de baas Sticky Piston. Wat voor server het gaat worden. Ik kan nog niks vertellen echt. Maar in ieder geval ik kan zeggen dat het gewoon heel geweldig gaat worden. En leuker dan je denkt. Ik heb 5 dingen... Het is jullie binnenkort. Echt gewoon geweldig. Jullie weten zoals altijd dat ik soms af en toe stil ben met singleplayer en hardcore en dat soort dingen. Dus dat komt gewoon door dat ik alleen ben. Ik kan wel praten tegen andere dingen, maar geen idee. Even kijken, we nemen ook lekker een stenen scrap. Dat is belangrijk. En wat mijn idee was, is tot ongeveer een kwartiertje gaan. Een kwartiertje per aflevering gaan doen. Zodat we ook lekker veel video's hebben. En dat het. Ja, gewoon lekker gezellig is en leuk. Mijn camera is wel donkerder nu, mijn facecam. Als de facecam erin zit, tenminste. Maar daar kan ik niks aan doen, want deze camera is echt slecht voor in het donker. En ja, daar kan ik niks aan doen. Dus ja. En dan gaan we ook snel eventjes een furnace maken. Want we wilden die stomme planting. Oké, hier. Ga maar weg, kant cool. Oké. Maar als ik nou hier op het randje ga werken. Ja, dat doen we. We gaan op het randje werken. Zodat we ook dingen kunnen zien, zoals waar de witch heen loopt. Want ik zag net de witch. En, oh ja, als ik toch nou dit zie. Onze server gaat 1.11.2 worden. Wat wij nou tot nu toe weten. Maar het kan ook misschien een update lager. Maar dat zou geen probleem moeten zijn. Maar we gaan ook de hit effect hebben. Dat je lekker kan slaan. Eén tip, dit is niet opgenomen op mijn server. Omdat onze server heeft geen lag. En dit is mijn single player. Ik bedoel, ja, singleplayer. Want ja, je wil niet lag hebben in hardcore. Hey, misschien kunnen we ook een hardcore server maken. Dat zou cool zijn. Dat zou heel cool zijn. Ik ga heel even snel een lampje aanzetten. Ja. Ja, mijn lamp heeft een beetje storing, zodat de kortsluiting komt of zoiets. Ik weet ook niet waarom of hoe dat kan, of ik weet wel hoe dat komt, maar ja, dus dan gaan we even terug. Ik hoor een strijdhond. Zo, ik wil wel een beetje naar deze kant blijven, want ik zie daar de witch. Wacht, ik ga de witch killen. Wacht, we gaan de witch killen, gaan in dat huisje wonen. En dan breiden we dat huisje af. Oeh.
Blijf drinken. Oké, wat krijgen we? Sugar. Niet verkeerd, niet verkeerd. Voor nu al een begin in hardcore. En we hebben al een mooi huisje. We kunnen misschien een schuin trapje maken. Nice. Oeh, we hebben al een crafting table daar binnen. Dat klinkt ook goed. Nou, nemen we dit mee. Want altijd handig. Zo. Ik zie ook dat ik mijn kamer moet opladen. Een tijdje geleden. Hier gaan we ook de farm maken. Dan, dat is wel handig. Oh, we hebben ook hier een cave met lava en kool. Dat is nice. Dan hakken we hier eventjes een boom om. Oké. Oh, dit is handig, want dan kunnen we hier wat overzicht hebben van wat er gebeurt om ons heen. Oh, we hebben nog meer kool. Nice. Maar je wilt dan niet doodgaan uiteindelijk. En na de eerste aflevering pak ik ook eventjes wat water, want dan ga ik niet dood. Ik bedoel, in het echt dan tenminste, want anders heb ik straks killpijn uit 2 afleveringen. En dan kan ik weer niet opnemen voor YouTube en dat is niet echt fijn, denk ik. Laten we maar eventjes een stenen ding maken. Zodat we even snel iets meer hout kunnen hakken. En dat is wel handig en verplicht wel. Want anders ga je dood. Oh, we hebben ook jungle. Nee, ik bedoel jungle. Ik heb geen jungle house hier. Het zou cool zijn ook als we in jungle gaan wonen. Maar wat ons doel is, we gaan zo snel mogelijk te werk. Zodat we binnen, ik denk 20. We proberen voor de 20 afleveringen, proberen wij naar de end te gaan. Ik bedoel, een end portal te vinden. Maar dat is moeilijk, denk ik. Want ik heb nog nooit. Jullie weten vast hoe ik. Zou je dat kunnen? Nee. Oh, als nou een keer een schaap mij in het lava duwt, ik ga het boos worden. Oké, dat heeft gewerkt. Dus gaan we hier alvast minen. Ons eerste wat XP. Daar gaat het lekker. Oeh, ik viel bijna naar neer. Dat was niet handig. Ik moet wel voorzichtig minen. Want ooit heel lang geleden, toen ik nog in 2013 of zo, 14, deed ik altijd doodgaan. En dat is niet fijn. En dan. Nee. Dus ik denk ongeveer tot de serie nu 10 minuten worden of 15 minuten. Dat zie je vast wel. Oh. Oké, nice. We hebben dan een soort van lava-val. Wat wil ik? Ah, dat is de verwarming die een beetje raar doet. Ook voor het eerst. Oké, dan doen we eventjes dit is handig. Zo. Wel handig als ik straks naar boven kan komen binnenkort weer. Oké, zo. We hebben dan nog genoeg spul. Oh, we krijgen nu al honger. Dat gaat niet goed. Maar daar ben ik niet echt bang voor. Want we hebben dit. En dan doen we dit in ons offhand. En dan. Oeh, we hebben ook hier iets. Even. In het begin is het wel handig om wat iets te hebben. Zo. Oh, we hebben hier ook lily pads. En dan zien jullie, denk ik, wat ik ermee ga doen, zo. Oké, dit is wel genoeg lilypad, denk ik. Even wat seeds nog. Seed. Nee, dat was geen seed. Oké, als we ook... Oké, zo. Dus dan doen we... Wat seed. Oh, we hebben niet genoeg meer. Oké, dat doen we... Lilypads hier. Je kan ze ook op het land plaatsen, dacht ik eerst. Nee, op het ijs was dat, ja. Toen ik de song maakte met iemand. Ik ga niet zeggen wie, want hij helpt mij ook niet met dingen. Toen ja, toen kregen wij een glitch. En dan slagen. Zo.
Zo. Even bij de ingang. Ook hier. Hebben we nog genoeg hout voor een deur? Ja. Ik wou de oak wood hebben. Omdat je bij deze gewoon goed kan kijken. En we maken nou ook even snel een pressure plate. Zodat je open kan maken als je erop staat. Ja, huisgraap. Dus wat we nu gaan doen is. Het groeit en het regent. Dat, kijk, het groeit nu lekker. We hebben hier. Een beetje hout. We hebben hier 4 en 5 torches. Handig. En terwijl we dat hebben. Wacht, hier kunnen skeletten mee beschieten. Dat is. Ja, misschien doen we. Ja, hier glas in smijten straks. Dus dan maak ik eerst even snel een beetje eten. We maken dan nu ook even snel een chest. Zodat we al wat spulletjes erin kunnen doen. Altijd handig. En we doen alvast een paar blokken. Oh, we hebben ook. Ja, wacht. Ja, we kunnen ook al gelijk een bed maken. Laten we dat maar doen. Want dan is het ook gelijk de dag weer. En dan kan je de eerste paar dagen lekker snel overleven. Want ja, je wil niet echt doodgaan. Met dat soort zombies en mobs in de buurt. Dus wat ik van plan ben nu is. We pakken het ook goed. Zo. Oh. Ja joh, gelijk van het hout wat we bijna niet hebben. Hebben we gelijk weinig van. Nou ja. Jullie weten wel wat ik ongeveer aan het doen ben. Oh, jammer. Maar ja, in ieder geval, dit hebben we nu. Ik moet eerst naar buiten. Ik dacht dat we kunnen spider worden. Nee, dat willen we niet. Laten we maar zoiets maken. Gewoon. En het is toch een tijdelijk huisje, totdat onze series echt kan beginnen pas. Oké. Okay. Zo, en dan kunnen we in bed. Hopelijk glitchen we niet in één keer uit bed of in de muur vastzitten. Oh, oké, okay, het is gefixt, dus dat is goed. Even wat eten. En dan overleven deze avond weer. Dus, ik denk dat we nu onze eerste aflevering gaan afzetten. En dan zien jullie later weer. Dus mensen, vonden jullie kijken deze video leuk? Vergeet niet te liken, subscriben en te abonneren. En ik check jullie later!